Les 1: Sluiting van supermarkten. Anna, heb je het gehoord? De supermarkt is vandaag gesloten. John, dat is lastig. Hoe gaan we boodschappen doen? Ik weet het niet zeker. Misschien kunnen we een andere winkel proberen of online bestellen. Ja, dat is misschien een optie. We moeten controleren of er winkels in de buurt open zijn. Goed idee, we kunnen ook kijken of er boerenmarkten zijn in de buurt. Dat is een geweldige suggestie. Ze hebben vaak verse producten en andere benodigdheden. Laten we wat onderzoek doen en het beste alternatief voor vandaag vinden. Akkoord. We zullen vindingrijk moeten zijn en een oplossing moeten vinden. Absoluut. Het is misschien een beetje een uitdaging, maar we zullen erin slagen. Les 2: Fit blijven. Anna, hoe blijf je fit? John, ik sport regelmatig. Het helpt me gezond en energiek te blijven. Dat is geweldig. Wat voor soort oefeningen doe je? Ik geniet van een mix van cardio, krachttraining en yoga. Dat is inspirerend. Ik zou meer lichaamsbeweging in mijn routine moeten opnemen. Zeker. Vind iets dat je leuk vindt, of het nu gaat om joggen, dansen of sporten. Ik zal het proberen. Bedankt voor het advies, Anna. Je bent van harte welkom, John. Goed voor ons lichaam zorgen is belangrijk. Les 3: Zakelijke ideeën. Anna, je toewijding aan je bedrijf is inspirerend. Heb je specifieke ideeën? John. Ik heb erover nagedacht om mijn productlijn uit te breiden en aanpassingsmogelijkheden aan te bieden. Dat klinkt veelbelovend. Klanten zijn dol op gepersonaliseerde producten. Ja, het geeft een uniek tintje en maakt de winkelervaring nog memorabeler. Heb je overwogen om samen te werken met lokale kunstenaars of ontwerpers? Dat is een geweldig idee. Het zou nieuwe perspectieven bieden en de gemeenschap ondersteunen. Ik weet zeker dat het meer klanten zou aantrekken en je merk een boost zou geven. Ik zal die optie verder onderzoeken. Bedankt voor de suggestie, John. Les 4: Salarisonderhandeling. Anna, ik heb gehoord dat je onderhandelt over je salaris. Veel succes! Je hebt dit. Bedankt, John. Het is een beetje zenuwslopend, maar ik heb vertrouwen in mijn vaardigheden. Vergeet niet om uw prestaties en de waarde die u aan het bedrijf toevoegt, te benadrukken. Absoluut. Ik zal ervoor zorgen dat ik tijdens de onderhandelingen een sterk argument voorleg. Wees niet bang om te vragen wat je verdient. Je hebt er hard voor gewerkt. Ik waardeer de aanmoediging, John. Ik zal mijn best doen. Les 5: Tweedehands winkelen. Anna, ik vind altijd unieke items in tweedehands winkels. Het is zo leuk. Ik ben het ermee eens, John. Kringloopwinkels en vintage winkels hebben vaak verborgen schatten. Het is alsof je op schattenjacht gaat. Je weet nooit wat je zult ontdekken. En het mooiste is dat het duurzaam en budgetvriendelijk is. Absoluut. Het is een win-win situatie voor zowel het milieu als onze portemonnee. Ik hou van de spanning om iets speciaals te vinden en het een nieuw leven te geven. Het is een geweldige manier om karakter toe te voegen aan onze huizen en kledingkasten. Les 6: Huuraanvraag. Anna, ik heb een geweldig appartement gevonden. Het heeft twee slaapkamers. Dat is handig. John, dat klinkt veelbelovend. Hoeveel bedraagt de huur? Ik weet het nog niet zeker. Ik moet contact opnemen met de verhuurder voor meer informatie. Dat is een goed idee. We moeten alle details verzamelen voordat we een beslissing nemen. Absoluut. Ik neem contact op en vraag naar de huurprijs en eventuele bijkomende kosten. Laten we het vergelijken met andere opties en kijken wat voor ons het beste werkt. Akkoord. We moeten ook rekening houden met ons budget en de locatie. Les 7: Ervaringen delen. Anna, ik heb een geweldig idee. We kunnen ervaringen later vergelijken. John, dat klinkt als een plan. Het zou interessant zijn om van elkaar te leren. Absoluut. We kunnen delen wat we hebben geleerd en nieuwe inzichten verkrijgen. Het is een geweldige manier om te groeien en te verbeteren in verschillende aspecten van ons leven. Ik kijk uit naar ons gesprek. We zullen zoveel te bespreken hebben. Zeker. Laten we een afspraak maken om bij te praten en onze ervaringen te delen. Les 8: Slim winkelen. Anna, ik heb gemerkt dat je geweldige aanbiedingen hebt gekregen tijdens je recente shoppingtrip. Dat is slim. John, bedankt. Ik ging op door de weekse dagen, wanneer er meestal kortingen zijn. Dat is een slimme strategie. Heb je hulp nodig bij het vinden van de beste deals? Ik ben er prima in geslaagd, maar ik waardeer je aanbod. Misschien de volgende keer. Natuurlijk, laat het me weten als je ooit hulp nodig hebt. Slim winkelen bespaart geld. Absoluut. Het bewustzijn van verkopen en promoties kan een groot verschil maken. Les 9. Dringende situatie. Anna, kijk uit. Stop de auto. John, wat is er mis? Waarom moeten we stoppen? Kijk uit. Er is iets in het midden van de straat. We moeten dit vermijden. Oh nee, ik zie het nu. Bedankt dat je me hebt gewaarschuwd, John. Ik stop de auto wel. Goed gedaan, Anna. Veiligheid staat voorop. Laten we een alternatieve route zoeken. Akkoord. Het komt wel goed zolang we alert en voorzichtig blijven. Les 10: Flexibele uitchecktijd. Anna. Ik check meestal rond de middag uit, maar we kunnen een later tijdstip voor je regelen. John, dat zou nuttig zijn. Ik moet morgen wat boodschappen doen. Geen probleem. We kunnen flexibel zijn met de uitchecktijd om aan uw schema te voldoen. Bedankt, John. Ik waardeer je begrip. We zijn er om je ervaring zo gemakkelijk mogelijk te maken. Dat is een geweldige klantenservice. Ik laat je precies weten wanneer ik beschikbaar ben. Les 11. Strooi er bovenop. Anna, ik heb een nieuw recept gevonden. Het ziet er heerlijk uit. Ik kijk ernaar uit om het te proberen. Dat klinkt geweldig. John, wat is het speciale ingrediënt? Het recept stelt voor om er gehakte amandelen overheen te strooien. Het zorgt voor een lekkere crunch. Ik weet zeker dat het de smaak zal versterken. Ik kan niet wachten om het te proeven. Laten we het samen doen. We kunnen van het gerecht genieten en onze gedachten delen. Dat is een fantastisch idee. Samen koken is altijd leuk en lonend. Les 12. Fijne reis. Anna, ik heb gehoord dat je op reis gaat. Ik hoop dat je een geweldige tijd hebt. Bedankt, John. Ik kijk er echt naar uit. Heb je nog meer hulp nodig bij je voorbereidingen? Ik denk dat ik alles onder controle heb, maar ik waardeer je aanbod. Oké, okay, een veilige reis en geniet van elk moment. Dat zal ik doen. We praten bij als ik terug ben en ik zal mijn ervaringen delen. Les 13: Vreselijke ventilatie. Anna, ik heb gemerkt dat de ventilatie in onze kamer slecht is. Ja, het was nogal benauwd de laatste tijd. We moeten er iets aan doen. Daar ben ik het mee eens. Misschien kunnen we de ramen vaker openen of een ventilator gebruiken. Dat zou kunnen helpen om de luchtstroom te verbeteren. We moeten ook controleren of er een blokkade is. Goed idee, laten we een oplossing vinden om onze kamer comfortabeler te maken. Les 14 Productiviteitstechniek. Anna, ik heb vandaag een productiviteitstechniek geleerd. Echt. Hoe heet het, John? Het heet de Pomodoro-techniek. In principe werk je 25 minuten zonder afleiding en neem je daarna een korte pauze. Dat klinkt interessant. Het kan ons helpen gefocust te blijven en onze tijd effectief te beheren. Precies. We kunnen het uitproberen en kijken of het onze productiviteit verbetert. Laten we het proberen en kijken hoe het voor ons werkt. Les 15: Bespaar ruimte en minimaliseer rimpels. Anna. Ik heb een inpaktip geleerd die misschien nuttig is voor onze volgende reis. Wat is de tip, John? In plaats van kleding op te vouwen, kunt u ze oprollen om ruimte te besparen en kreukels te minimaliseren. Dat is een slim idee. Het kan ons helpen om meer items in onze bagage te plaatsen. Het is een efficiënte techniek. Laten we het eens proberen en kijken of het goed werkt voor ons. Akkoord. Efficiënt verpakken kan een groot verschil maken tijdens het reizen. Les 16: Kostenoverwegingen. Anna, heb je over de kosten nagedacht? Er zullen geen extra kosten in rekening worden gebracht, toch? John, maak je geen zorgen. Ik heb het budget zorgvuldig bekeken en er zullen geen onverwachte uitgaven zijn. Dat is geruststellend. Het is belangrijk om je aan ons financiële plan te houden en onnodige kosten te vermijden. Absoluut. We moeten ons bewust zijn van onze uitgaven en weloverwogen beslissingen nemen. Laten we prioriteit geven aan de prijs verhouding en ervoor zorgen dat we het maximale uit onze middelen halen. Akkoord. Door ons bewust te zijn van onze uitgaven, kunnen we onze doelen bereiken zonder onze financiën onder druk te zetten. Les 17. Outfits verbeteren. Anna, ik wil iets dat bij mijn persoonlijkheid paast en mijn outfits verbetert. John, heb je overwogen om accessoires te combineren met opvallende stukken of verschillende kleurencombinaties te proberen? Dat is een goede suggestie. Ik wil dat mijn stijl weerspiegelt wie ik ben en een blijvende indruk achterlaat. Experimenteren met accessoires en kleuren kan net dat extra vleugje uniekheid aan je outfits toevoegen. Het is spannend om na te denken over de mogelijkheden. Ik zal verschillende opties bekijken en kijken wat voor mij het beste werkt. Onthoud dat vertrouwen de sleutel is. Draag waar je je prettig bij voelt en je individualiteit uitstraalt. Les 18: Geleidelijk de tijd verlengen. Anna, kortere sessies en geleidelijk de tijd verlengen. Oké, okay, ik zal het proberen. Heb je nog tips? John, begin met een beheersbare duur en voeg geleidelijk elke dag een paar minuten toe. Dat klinkt goed te doen. Ik wil een consistente routine opbouwen zonder mezelf te overweldigen. Kleine stappen zetten en geduld hebben met jezelf is essentieel. Vier onderweg de vooruitgang. Ik stel haalbare doelen en houd mijn voortgang bij. Het is belangrijk om gedurende het hele proces een positieve instelling te behouden. Absoluut. Onthoud dat het niet om perfectie gaat, maar om continu verbetering en persoonlijke groei. Les 19: De badkamer bekijken. Anna, terwijl jij naar de badkamer kijkt, zorg ik voor de keuken. Oké. Okay. Klinkt goed. Ik zal de toestand van de badkamer grondig beoordelen en alles noteren dat aandacht behoeft. Bedankt voor het verdelen van de taken. Het is efficiënter en helpt ons om een schoon en georganiseerd huis te houden. We vormen een geweldig team. Door de verantwoordelijkheden te verdelen, kunnen we huishoudelijke taken effectiever aanpakken. Laten we ervoor zorgen dat zowel de keuken als de badkamer in topvorm zijn voor onze gasten. Aandacht voor detail is essentieel. Absoluut. Een schoon en goed onderhouden huis zorgt voor een gastvrije omgeving voor iedereen. Les 20. Volgende week verder bespreken. Anna, geweldig. Ik zal er naar kijken. En we zullen het volgende week verder bespreken. Dat klinkt als een plan. Neem de tijd om de nodige informatie te verzamelen. Dan kunnen we het onderwerp later in meer detail bespreken. Absoluut. Het is belangrijk om goed geïnformeerde discussies te voeren en weloverwogen beslissingen te nemen. Ik kijk uit naar ons gesprek volgende week. Zorg voor een productief onderzoeksproces. Ik zal ervoor zorgen dat ik voorbereid ben met mijn bevindingen en eventuele vragen. Laten we het beste uit onze discussie halen. Les 21: dat is fantastisch. Anna, dat is fantastisch. Speel je al een hele tijd? John, ja. Ik speel nu al een aantal jaren piano. Het is een passie van mij. Dat is indrukwekkend. Muziek is zo'n mooie kunstvorm. Ik bewonder je toewijding. Bedankt, John. Het geeft me vreugde en helpt me mezelf uit te drukken. Speelt u instrumenten. Helaas speel ik geen instrumenten, maar ik waardeer en geniet van het luisteren naar muziek. Dat is prima. Muziek kan op veel manieren gewaardeerd worden. Het is een universele taal. Les 22. Familie bezoeken. Anna, ja, ik ga mijn zus bezoeken. Hoe zit het met jou? John, ik ben van plan dit weekend mijn ouders te bezoeken. Het is een tijdje geleden dat ik ze voor het laatst zag. Tijd met het gezin is kostbaar. Ik weet zeker dat ze blij zullen zijn dat je er bent. Ik kijk er naar uit om quality time met hen door te brengen en op de hoogte te blijven van al het laatste nieuws. Het is belangrijk om prioriteit te geven aan onze dierbaren en samen met hen blijvende herinneringen te creëren. Absoluut. Familiebanden zijn van onschatbare waarde en deze momenten samen zijn echt bijzonder. Les 23. Slimme besluitvorming. Anna, met mijn besluitvorming is dat slim. Welke merken overweeg je? John, ik doe onderzoek naar verschillende merken die aansluiten bij mijn waarden en die kwaliteitsproducten aanbieden. Het is essentieel om weloverwogen keuzes te maken en merken te steunen die onze principes delen. Daar ben ik het mee eens. Ik ben op zoek naar merken die prioriteit geven aan duurzaamheid, ethische praktijken en innovatie. Dat is lovenswaardig. Door bewust te kiezen. Kunnen we bijdragen aan een betere toekomst? Absoluut. Het gaat erom een positieve impact te hebben met onze consumentenkeuzes. Les 24. Tijd vrijmaken om te ontspannen. Anna, trek minstens één uur uit. Dat is een goede manier om tot rust te komen. Is er iets dat je voorstelt? John. Een wandeling maken in de natuur, een boek lezen of mindfulness beoefenen kan geweldige manieren zijn om te ontspannen. Dat klinken als geweldige ideeën. Ik wil activiteiten vinden die me helpen op te laden en mijn hoofd leeg te maken. Het beoefenen van hobby's of activiteiten die je vreugde en rust brengen kan ongelooflijk verjongend zijn. Ik zal ervoor zorgen dat ik prioriteit geef aan zelfzorg en tijd vrij maak om te ontspannen. Het is belangrijk voor het algemene welzijn. Absoluut. Door goed voor jezelf te zorgen, kun je op alle gebieden van het leven als je beste zelf naar voren komen. Les 25. Geweldige outfits vandaag. Anna, ze passen goed bij het zwarte shirt. Perfect. We hebben vandaag allebei geweldige outfits gevonden. Laten we. John, ja, laten we een stijlvolle outfit maken waar we ook heen gaan. Vertrouwen is de sleutel. Absoluut. Als we ons goed voelen in wat we dragen, heeft dat een positieve invloed op ons algehele gedrag. Goed kleden heeft niet alleen invloed op hoe anderen naar ons kijken, maar verhoogt ook ons eigen zelfvertrouwen. Laten we onze outfits rocken en een statement maken. Mode kan een vorm van zelfexpressie zijn. Daar ben ik het helemaal mee eens. Laten we onze unieke stijlen omarmen en met flair van de dag genieten. Les 26. Professionele en gepolijste kleding. Anna, ik heb gekozen voor een professionele en gepolijste kleding. Het is belangrijk om een goede indruk te maken. John, absoluut. Professioneel kleden toont respect en kan een positieve invloed hebben op hoe anderen ons zien. Ik geloof dat het competentie en professionaliteit uitstraalt. Het is essentieel voor verschillende situaties. Als we ons op de juiste manier kleden voor de gelegenheid, kunnen we ons vertrouwen geven en ons beter voorbereid voelen. Ja, een goed samengestelde outfit kan een aanzienlijk verschil maken in ons algehele gedrag. Laten we ervoor zorgen dat we ons op de best mogelijke manier presenteren en een blijvende indruk achterlaten. Les 27. Veelzijdige en gemakkelijk te stijlen bobkapsels. Anna, bobkapsels zijn behoorlijk populair. Ze zijn veelzijdig en gemakkelijk te stijlen. John, je hebt gelijk. Bobs biedt een scala aan stylingopties en is geschikt voor verschillende gezichtsvormen. Ik heb gemerkt dat ze recht, golvend of zelfs met extra textuur kunnen worden gedragen. Het is indrukwekkend. Absoluut. Bobs zijn onderhoudsarm en toch chic, waardoor ze voor velen een populaire keuze zijn. Het is geweldig om een kapsel te hebben dat veelzijdigheid en moeiteloze styling mogelijk maakt. Laten we de bob-trend omarmen en veel plezier beleven aan het experimenteren met verschillende looks. Les 28. Bezorgdheid over afnemende gezondheid. Anna, wat zit je dwars? Hun gezondheid gaat achteruit en ik weet niet zeker wat ik moet doen. John, ik begrijp je zorgen. Het is schrijnend om te zien hoe dierbaren met gezondheidsproblemen worden geconfronteerd. Ik wil ze steunen, maar ik weet niet zeker wat de beste manier is om te handelen. Het is een moeilijke situatie. Het is belangrijk om emotionele steun te bieden en hen aan te moedigen medisch advies in te winnen. Ja, als u er voor hen bent en hen helpt bij het navigeren in het gezondheidszorgsysteem, kan dat een verschil maken. Laten we ons best doen om hen comfort te bieden en hen te helpen bij het vinden van de nodige middelen. Les 29. Risico's omarmen voor persoonlijke groei. Anna. Je hebt gelijk. Ik moet niet bang zijn om risico's te nemen. Risico's nemen kan leiden tot persoonlijke en professionele groei. John, absoluut. Uit onze comfortzone stappen kan deuren openen naar nieuwe kansen. Ik heb me gerealiseerd dat veilig spelen ons potentieel kan beperken. Het is belangrijk om uitdagingen aan te gaan. Het nemen van berekende risico's kan leiden tot waardevolle ervaringen en ons helpen onze ware capaciteiten te ontdekken. Laten we moedig zijn, onze angsten onder ogen zien en het onbekende omarmen. Groei ligt vaak buiten onze comfortzones. Daar ben ik het mee eens. Laten we elkaar aanmoedigen om risico's te nemen en onze passies moedig na te jagen. Les 30. Onderdompeling in lokale cultuur en veiligheidsproblemen. Anna, maak contact met de lokale bevolking en dompel jezelf onder in de cultuur. Het is een verrijkende ervaring. John, ik begrijp de waarde van culturele onderdompeling, maar ik maak me een beetje zorgen over veiligheid. Het is cruciaal om prioriteit te geven aan veiligheid bij het verkennen van nieuwe plekken. We kunnen onderzoek doen en waakzaam zijn. Ja, het verzamelen van informatie over de bestemming en het volgen van lokale richtlijnen kan risico's beperken. Laten we een balans vinden tussen onderzoek en het waarborgen van ons welzijn. Veiligheid moet een prioriteit zijn. Absoluut. Door voorzichtig en bewust te zijn. Kunnen we zinvolle ervaringen opdoen terwijl we veilig blijven? Les 31: Padluck Planning. Anna, tot nu toe hebben ongeveer 10 vrienden en familieleden de padluck bevestigd. John, dat is geweldig. We moeten het menu plannen en gerechten delegeren om het gemakkelijker te maken. Akkoord. Laten we een lijst maken met voorgerechten, hoofdgerechten en desserts om voor afwisseling te zorgen. We kunnen ook rekening houden met eventuele dieetbeperkingen en voorkeuren bij het bepalen van het menu. Ja, het is belangrijk om aan ieders behoeften te voldoen. Het zal het evenement voor iedereen leuker maken. Laten we een gedeeld document maken waarin gasten zich kunnen aanmelden voor specifieke gerechten die ze mee willen nemen. Dat is een geweldig idee. Zo vermijden we dubbele gerechten en zorgen we voor een goed afgeronde maaltijd. Les 32 Ervaring met een visrestaurant. Anna, je hebt het. We gingen naar een klein visrestaurant aan de haven. John klinkt heerlijk. Hoe was de ervaring? Ik vind het leuk om nieuwe plekken uit te proberen. De sfeer was charmant en het personeel was attent. Het droeg bij aan het algehele plezier. Dat is geweldig om te horen. Hoe zit het met het eten? Was het net zo goed als de recensies? Absoluut. De zeevruchten waren vers en de smaken waren uitzonderlijk. Het overtrof onze verwachtingen. Ik ben blij dat we het hebben geprobeerd. Nieuwe restaurants ontdekken is altijd een heerlijk avontuur. Les 33: Mexico ontdekken. Anna, heb je er ooit over nagedacht om Mexico te bezoeken? John. Eigenlijk heb ik er de laatste tijd over nagedacht. Wat is er zo speciaal aan Mexico? Anna, Mexico biedt een rijke mix van cultuur, geschiedenis en natuurlijke schoonheid. John, dat klinkt fascinerend. Ik ben vooral geïnteresseerd in het verkennen van de historische bezienswaardigheden. Zijn er nog andere opmerkelijke attracties? Anna, absoluut. Mexico City, de hoofdstad, heeft tal van iconische bezienswaardigheden, zoals de Metropolitan Cathedral. John, ik heb gehoord over de heerlijke Mexicaanse keuken. Ik zou graag authentieke taco's en guacamole proberen. Eventuele aanbevelingen. Anna, je moet zeker straatvoedsel proberen in Mexico. Taco's al pastor en churros zijn populaire keuzes. Les 34. Betaalbare opties voor winterjassen. Anna, ik ben het ermee eens. We willen niet veel geld uitgeven aan een winterjas, maar we hebben nog steeds kwaliteit nodig. John, je hebt gelijk. Het is essentieel om een balans te vinden tussen betaalbaarheid en duurzaamheid. We zouden moeten overwegen om kortingen of verkopen te zoeken bij gerenommeerde winkels om de beste deals te krijgen. Daarnaast kan het onderzoeken van verschillende merken en het lezen van klantrecensies ons helpen een weloverwogen beslissing te nemen. Laten we ons concentreren op het vinden van een jas die aan onze behoeften voldoet zonder in te leveren op warmte en stijl. Absoluut. Met wat zorgvuldig zoeken vinden we een geweldige winterjas binnen ons budget. Les 35: Organisatietips implementeren. Anna, ik moet dat zeker implementeren. Heb je nog andere organisatietips die je zou aanbevelen? John. Het maken van een takenlijst en het prioriteren van taken kan je helpen georganiseerd en gefocust te blijven. Dat is een goed idee. Het kan ook nuttig zijn om grotere taken op te splitsen in kleinere, beheersbare taken. Bovendien kan het regelmatig opruimen van uw werkruimte de productiviteit verbeteren en afleiding verminderen. Ik begin meteen met de implementatie van deze tips. Het is tijd om orde op zaken te stellen en efficiënter te werken. Geweldig om te horen. Kleine veranderingen kunnen een groot verschil maken om georganiseerd te blijven en stress te verminderen. Les 36. Levertijd van pakketten. Anna, het duurde uren om het te vinden en naar mijn hotel te brengen. Dat is een lange tijd om te wachten. John, dat kan frustrerend zijn. Heb je tijdens het proces updates gekregen over de locatie? Helaas niet. De trekkinginformatie was niet erg gedetailleerd, dus ik bleef in het ongewisse. Dat is teleurstellend. Ik hoop dat de bezorgdienst hun communicatie in de toekomst verbetert. Akkoord. Duidelijke en tijdige updates zouden het wachtproces beter beheersbaar maken. Les 37. Aan de slag. Anna, ik heb het begrepen. Laten we nu aan de slag gaan. We hebben al genoeg tijd verspild. John. Ik ben het daar helemaal mee eens. Uitstelgedrag helpt ons niet om onze doelen te bereiken. We moeten prioriteiten stellen en actie ondernemen om vooruitgang te boeken. Het is tijd om dingen voor elkaar te krijgen. Absoluut. Laten we de taken aanpakken en dichter bij onze gewenste resultaten komen. Les 38. Inleveren met overnachting. Anna, je hoeft alleen de avond ervoor een formulier in te vullen en je pakket af te geven. John, dat klinkt handig. Het is geweldig om een probleemloze optie te hebben voor het verzenden van pakketten. Ja, dat bespaart tijd en moeite. Bovendien is het geruststellend om te weten dat er voor gezorgd is. Het is een service die zorgt voor een soepele overdracht van artikelen zonder complicaties. Les 39. Tomatensaus en basilicum. Anna, misschien zou wat tomatensaus en basilicum de smaak van het gerecht versterken. John, dat is een geweldig idee. De combinatie van tomatensaus en basilicum is een klassieke combinatie. Het voegt een fris en aromatisch element toe aan het gerecht, waardoor de algehele smaak naar een hoger niveau wordt getild. Absoluut. De levendige smaken van de tomaten en de geurige basilicum vullen elkaar perfect aan. Les 40: Niet storen. Alleen, mijn kamer: Niet storen. Ja, dat is juist. Het informeert het personeel om uw kamer niet te betreden. John, het is essentieel om privacy en ononderbroken tijd in je eigen ruimte te hebben. Absoluut. Het, do not disturb teken zorgt ervoor dat uw persoonlijke ruimte ongestoord blijft. Het is een eenvoudige manier om grenzen te stellen en een rustige omgeving te creëren tijdens uw verblijf. Les 41: Beknopt en levendig. Anna, laten we beknopte en levendige gesprekken voeren. Het verbetert de communicatie. Goed idee. Korte zinnen houden gesprekken boeiend. Duidelijke ideeën voorkom verwarring. Absoluut. Laten we korte, levendige gesprekken voeren. Verhoogt het begrip. Bevordert een effectieve dialoog. Precies. Aantrekkelijke uitwisselingen bevorderen betere verbindingen. Precies. Laten we doorgaan met het verbeteren van onze communicatieve vaardigheden. Les 42. Het doosnummer vergeten. Anna, ik ben het doosnummer vergeten. Geen probleem, neem contact op met de rederij. Ik had het moeten opschrijven. Doosnummer ophalen, verzendproces voltooien. Les geleerd, wees de volgende keer beter georganiseerd. Absoluut, aandacht voor detail is cruciaal. Precies. Laten we ervoor zorgen dat we over alle nodige informatie beschikken. Les 43: Speciaal briefpapier kiezen. Anna, ik vind het leuk om speciaal briefpapier te kiezen. Voegt een persoonlijk tintje toe aan correspondentie. Het getuigt van bedachtzaamheid en zorgzaamheid. Absoluut. Laten we doorgaan met het kiezen van uniek briefpapier. Verhoog de ervaring met het schrijven van brieven. Precies. Laten we onze brieven memorabeler maken. Daar ben ik het mee eens. Laten we tijd investeren in het selecteren van speciaal briefpapier. Les 44: Voorkom te veel delen op sociale media. Anna, we moeten voorkomen dat we te veel delen op sociale media. Beschermt onze privacy en veiligheid. Bewust delen behoudt de online veiligheid. Absoluut. Wees voorzichtig met het delen van de balans. Precies. Laten we rekening houden met onze online aanwezigheid. We moeten prioriteit geven aan onze privacy en veiligheid. Daar ben ik het mee eens. Laten we verantwoordelijk omgaan met ons gebruik van sociale media. Les 45: Gedetailleerde informatie over de afmetingen. Anna, de website bevat de gedetailleerde maatinformatie, zorgt voor de juiste pasvorm voor online aankopen. Bespaart retouren van slecht passende artikelen. Absoluut. Gebruik maatinformatie voor nauwkeurige aankopen. Precies. Laten we weloverwogen aankoopbeslissingen nemen. We kunnen onnodige rompslomp en overlast vermijden. Daar ben ik het mee eens. Laten we aandacht besteden aan de maatdetails. Les 46. Leuke plotwendingen. Anna, verhalen met leuke plotwendingen zijn fascinerend. Ze houden ons betrokken en gissen. Verrassende en boeiende verhalen. Absoluut. Laten we meer van dat soort verhalen bekijken. Het maakt de leeservaring nog spannender. Precies, laten we eens kijken naar boeiende plotwendingen. Daar ben ik het mee eens. Laten we verhalen zoeken die ons scherp houden. Les 47. Aangeleinde huisdieren voor de veiligheid. Anna, huisdieren moeten te alle tijden aangeleind zijn. Zorgt voor hun veiligheid en voorkomt ongelukken. Verantwoord huisdierbezit. Absoluut. Behoud de controle en voorkom incidenten. Het is noodzakelijk voor hun welzijn. Precies. Riemen beschermen hen en anderen. Daar ben ik het mee eens. Laten we prioriteit geven aan hun veiligheid met riemen. Les 48. Het belang van stretchen. Anna, rekt u voor en na de training? Ja, stretchen is cruciaal voor het voorkomen van blessures. Oefeningen om op te warmen en af te koelen. Absoluut. Het bereidt en ontspant onze spieren. Dat is geweldig om te horen. Ik zal ook Stretchen opnemen. Precies. Het is essentieel voor een goed afgeronde fitnessroutine. Daar ben ik het mee eens. Laten we prioriteit geven aan Stretchen voor betere trainingen. Les 49: Kosteneffectief openbaar vervoer. Anna, ik was van plan om het openbaar vervoer te gebruiken. Het is kosteneffectiever. Bespaart geld op brandstof en parkeerkosten. Efficiënt en economisch transport. Absoluut. Gebruik het openbaar vervoer voor betaalbaarheid. Het is een praktische keuze. Precies. Denk aan de financiële voordelen van het openbaar vervoer. Daar ben ik het mee eens. Laten we eens kijken hoe gemakkelijk het is om het te gebruiken. Les 50. Uitnodiging om te winkelen. Anna, ik ga straks winkelen. Wil je met me meegaan? Natuurlijk, ik sluit me graag bij je aan. Samen winkelen is leuker. Absoluut. Laten we een leuke winkeltrip maken. Het is geweldig om gezelschap te hebben. Precies. Laten we gaan winkelen en een leuke tijd hebben. Daar ben ik het mee eens. Laten we samen genieten van onze winkelexcursie. Les 51: Organiseer onze opslagruimte. Anna, we moeten onze opslagruimte organiseren. Akkoord. Laten we opruimen en een efficiënter systeem creëren. We kunnen spullen doneren of verkopen die we niet langer nodig hebben. Absoluut. Het is ons een genoegen om u te helpen. Dankjewel. Laten we beter gebruik maken van onze opslag. Les 52. Europa is uitgestrekt en divers. Anna, Europa staat bekend om zijn rijke geschiedenis. Ja, het is fascinerend. Historische plekken fascineren me. De kastelen en oude ruïnes zijn ongelooflijk. Absoluut. Ik wil er zoveel mogelijk ontdekken. Laten we een reis plannen om enkele historische bezienswaardigheden te bezoeken. Les 53 Cadeaubon. Anna, ik heb een gratis cadeaubon gekregen. Dat is geweldig. Zijn er algemene voorwaarden? Nee, het is gratis. Houd er echter rekening mee dat dit onderhevig kan zijn aan beperkingen. Begrepen. Laten we ervoor zorgen dat we de kleine lettertjes lezen. Absoluut. We zullen op de hoogte zijn van eventuele beperkingen. Les 54. Blijf bij mijn budget. Anna, ik heb me deze maand aan mijn budget kunnen houden. Dat is indrukwekkend. Hoeveel heb je uitgegeven? Ongeveer 50 dollar. Ik heb mijn uitgaven zorgvuldig bijgehouden. Goed gedaan. Ik geef altijd te veel uit. Ik zou van jou moeten leren. Het draait allemaal om planning en discipline. Les 55. Bezoek het museum. Anna, moeten we het museum op een doordeweekse dag bezoeken? Ja, doordeweeks is het over het algemeen minder druk. Dat is een goed idee. We kunnen lange rijen vermijden. Absoluut. We zullen een leukere ervaring hebben. Laten we ons bezoek dan plannen voor een doordeweekse dag. Les 56 Zoveel opties. Anna, er zijn zoveel opties om vanavond te dineren. Dat is waar. We kunnen een nieuw restaurant proberen of thuis koken. Het is handig dat we veel keuzes in de buurt hebben. Absoluut. Heb je favoriete keukens of gerechten? Ik heb zin in Mexicaans eten. Dat klinkt heerlijk. Laten we naar het Mexicaanse restaurant in het centrum gaan. Geweldig idee. Ik zal een reservering voor ons maken. Les 57. Mijn hobby's. Anna, ik vind het geweldig om een speciale ruimte te creëren voor mijn hobby's. Dat is geweldig. Wat voor ruimte ben je van plan? Ik wil een kantoor aan huis en een kleine werkplaats opzetten. Dat klinkt perfect. Je hebt een speciale ruimte voor werk en projecten. Ja, het helpt me om georganiseerd en gefocust te blijven. Ik ga er dit weekend mee aan de slag. We kunnen het functioneel en inspirerend maken. Les 58. Geduld is de sleutel bij huisdieren. Anna, onze nieuwe puppy is behoorlijk energiek. Ja, puppies kunnen vol energie zijn. Geduld is de sleutel. Ik probeer hem te trainen, maar het is soms een uitdaging. Het kost tijd en consistentie. Maak je geen zorgen, je komt er wel. Ik waardeer de geruststelling. We blijven met hem samenwerken. Vergeet niet om goed gedrag te belonen en geduldig te zijn met het proces. Les 59. Gitaarspelen. Anna, ik ben onlangs begonnen met gitaarspelen. Dat is geweldig. Hoe ben je erin terechtgekomen? Nou, mijn vader speelde vroeger, dus leerde hij me een paar akkoorden. Dat is een geweldige manier om te beginnen. Vind je het leuk om te spelen? Absoluut. Het is een creatieve uitlaatklep en een manier om te ontspannen. Blijf oefenen en je zult na verloop van tijd nog beter worden. Les 60. Ik verontschuldig me voor het toezicht. Anna, ik verontschuldig me voor de vergissing. Wat is er gebeurd? Ik ben vergeten om extra handdoeken aan te vragen voor onze kamer. Het is goed. Ik zal extra handdoeken naar je kamer laten sturen. Bedankt dat je ervoor hebt gezorgd. Ik waardeer je hulp. Je bent van harte welkom. Geniet van je verblijf. Les 61. Meeslepende ervaring. Anna, ik heb de kans gehad om het een keer te proberen. Het was een meeslepende ervaring. Dat klinkt intrigerend. Wat was het? Virtual Reality Games. De graphics en interactie waren ongelooflijk. Dat moet spannend zijn geweest. Ik zou het graag ooit eens proberen. Het is zeker de moeite waard om te ervaren. Laten we een bezoek aan een vrijdag arcade plannen. Les 62: Peanuts vinden. Anna Weet je waar ik pinda's kan vinden in de winkel? Natuurlijk, ze staan in gangpad 1, vlakbij de sinaasappels. Goed om te weten. Ik ga daarheen en pak een tas. Vergeet niet om naar een specifiek merk of type te zoeken dat u verkiest. Bedankt voor de begeleiding. Ik vind ze nu gemakkelijk. Les 63: Herbruikbare tassen kiezen. Anna, we zouden moeten overwegen om herbruikbare tassen te gebruiken in plaats van plastic. Dat is een geweldig idee. Het is een eenvoudige manier om onze impact op het milieu te verminderen. Absoluut. We kunnen onze eigen tassen meenemen als we boodschappen gaan doen. Het is een kleine verandering die op lange termijn een groot verschil kan maken. Laten we er een gewoonte van maken en het aan onze vrienden vertellen. Les 64. Comfortabele en schilderachtige reizen. Anna, ik denk dat het handiger is om de trein te nemen. Waar heb je het over? Onze aanstaande reis. Het is ook een schilderachtige reis. Dat is logisch. We kunnen het verkeer vermijden en onderweg genieten van de uitzichten. Bovendien hebben we meer ruimte om te ontspannen en te bewegen. Laten we de treinkaartjes boeken en onze reis comfortabel maken. Les 65. Elegante en comfortabele kleding. Anna, ik wil iets elegants en comfortabels om te dragen. Wat is de gelegenheid? We gaan volgende week naar een cocktailparty. Een knielange jurk is misschien de perfecte keuze voor jou. Dat klinkt ideaal. Ik ga er online naar zoeken. Overweeg de kleur en stijl die het beste bij je passen. Dat zal ik doen. Bedankt voor de suggestie. Les 66: Perfect weer. Anna, hoe was het weer vandaag? Heb je geluk gehad met de zon? Ja, het weer was geweldig. Geen wolkje aan de hemel. Dat is fantastisch. Het moet een prachtige dag zijn geweest. Het heeft me zeker in een goed humeur gebracht. Ik vond het leuk om buiten te zijn. Ik ben blij dat je zo'n leuke dag hebt gehad. Perfect weer kan een verschil maken. Les 77: Verbetert geluk en productiviteit, Anna. Ik voel me nu veel gelukkiger en rustiger, en verrassend genoeg is mijn productiviteit ook toegenomen. Dat is geweldig om te horen. Wat heeft deze positieve veranderingen teweeggebracht? Ik begon mindfulness te beoefenen en pauzes in mijn werkroutine op te nemen. Het is verbazingwekkend hoe kleine aanpassingen een grote impact kunnen hebben op ons welzijn. Inderdaad. De zorg voor onze geestelijke gezondheid is cruciaal voor algemeen succes. Les 68: Verkenning van online winkelen. Anna, ja, ik heb ook verschillende online winkels bekeken. Waar ben je naar op zoek? Ik ben op zoek naar een nieuw paar hardloopschoenen. Neem de tijd en vergelijk prijzen en reviews voordat je een beslissing neemt. Dat zal ik doen. Het is handig om zoveel opties binnen handbereik te hebben. Les 69: Aarzeling over Duurzaamheid. Anna, het is zorgwekkend dat sommige landen nog steeds aarzelen om duurzame praktijken toe te passen. Ja. Het is belangrijk om prioriteit te geven aan het milieu en te werken aan een groenere toekomst. We moeten doorgaan met het vergroten van het bewustzijn en het aanmoedigen van positieve veranderingen. Absoluut. Elke kleine stap telt mee voor een duurzamere wereld. Les 70. Teams motiveren met haalbare doelen. Anna. Hoe motiveer je je team door haalbare doelen te stellen? Ik zorg ervoor dat de doelen specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn. Dat is een slimme aanpak. Het helpt de focus te behouden en geeft een gevoel van voldoening. Het is belangrijk om regelmatig te communiceren en het team te ondersteunen bij het bereiken van hun doelen. Zo creëer je een gemotiveerd en succesvol team. Les 71: Gezellig bed in een kitchenette. Anna, heb je ooit in accommodaties gelogeerd met een comfortabel bed in een kitchenette? Ja, dat is een goed punt. Met een kitchenette kunnen we onze eigen maaltijden bereiden. Dat is handig en kan ons wat geld besparen als we uit eten gaan. Absoluut. Het is een geweldige manier om meer controle te hebben over onze voedselkeuzes tijdens het reizen. Les 72. Kleurrijk fruit van de markt. Anna, als ik iets op de markt koop, krijg ik altijd een bos kleurrijke vruchten. Dat is een geweldig idee. Kleurrijk fruit is niet alleen visueel aantrekkelijk, maar ook voedzaam. Inderdaad, ze leveren een verscheidenheid aan vitamines en mineralen voor een gezond voedingspatroon. Laten we niet vergeten een scala aan fruit toe te voegen om van hun verschillende smaken en voordelen te genieten. Les 73. Vergeet je paspoort niet. Anna, vergeet niet je paspoort mee te nemen voordat we vertrekken. Natuurlijk zit het in mijn tas. Ik controleer altijd dubbel voordat ik op reis ga. Het is essentieel dat onze identificatie gereed is voor een soepele reis. Absoluut. Het hebben van alle benodigde documenten zorgt voor een probleemloze ervaring. Les 74. Heb je thuis een tuin? Anna, dat is interessant. Heb je thuis een tuin? Ja, dat doe ik. Ik vind het leuk om mijn planten te verzorgen en verse kruiden en groenten te kweken. Dat is een geweldige manier om contact te maken met de natuur en toegang te hebben tot producten van eigen bodem. Het geeft voldoening en voldoening om de vruchten van mijn werk in de tuin te zien. Les 75: Overnachten in een gezellige bed en breakfast. Anna, als het op accommodaties aankomt, verblijf je liever in een knusse bed en breakfast. Ja, dat doe ik. Het biedt een meer intieme en persoonlijke ervaring. Het is fijn om een comfortabele en gastvrije plek te hebben om te ontspannen na een lange dag. Zeker. Het geeft een huiselijk tintje aan onze reiservaring. Les 76. Prachtige bestemming. Anna, ik heb onlangs een prachtige bestemming bezocht. Het was een geweldige ervaring. Dat is geweldig om te horen. Zou je deze bestemming aanbevelen aan anderen? Absoluut. Het landschap was adembenemend en er waren genoeg activiteiten om van te genieten. Ik zal het zeker aan mijn reislijst toevoegen. Bedankt voor de aanbeveling. Les 77. Prijselasticiteit van de vraag. Anna, heb je ooit het concept van prijselasticiteit van de vraag bestudeerd? Ja, het is een interessant onderwerp. Het meet het reactievermogen van de vraag op prijsveranderingen. Dat is juist. Het helpt bedrijven te begrijpen hoe consumenten zullen reageren op prijsveranderingen. Het is essentieel dat bedrijven rekening houden met prijselasticiteit bij het bepalen van prijsstrategieën. Les 78. Interviewvragen beantwoorden. Anna, ik heb binnenkort een sollicitatiegesprek. Enig advies voor het beantwoorden van interviewvragen? Absoluut. Zorg ervoor dat je vooraf grondig onderzoek doet naar het bedrijf. Dat is een geweldig punt. Het toont je interesse en helpt je om je antwoorden op maat te maken. Oefen ook veel voorkomende interviewvragen om jezelf verzekerder en beter voorbereid te voelen. Les 79. Maak je zorgen over mijn fysieke verschijning? Anna, ik maak me soms zorgen over mijn uiterlijk. Voelt u zich wel eens hetzelfde? Hallo. John: Het is normaal dat je je zorgen maakt, maar het is belangrijk om je te concentreren op zelfacceptatie. Dat is waar. Het is essentieel om prioriteit te geven aan ons mentale en emotionele welzijn. Absoluut. Onthoud dat ware schoonheid van binnenuit komt. Les 80: Conflicten snel aanpakken. Anna. Als het op communicatie aankomt, hoe ga je dan snel om met conflicten? Communicatie is cruciaal. Ik geloof in het open en eerlijk aanpakken van conflicten. Dat is belangrijk. Het helpt voorkomen dat misverstanden escaleren. Akkoord. En nu we het er toch over hebben zaken snel aan te pakken, wat is onze aanpak voor risicobeheer? We moeten potentiële risico's identificeren, de impact ervan beoordelen en mitigatieplannen ontwikkelen. Dat klinkt als een proactieve en effectieve benadering van risicobeheer.